We gaan verder. We gaan straks naar de boodschappen. Daarvoor zie je nog eventjes het filmpje met alle 15 veilingartikelen. Daar staan nummers bij, maar als je nou belt... Oh, de nummers kloppen. Ik ga er niet meer over praten. Je krijgt eerst het telefoonnummer, schrijf dat pas op. Daarna het filmpje met de veilingartikelen. En dan zijn we eventjes bij de reclames. En dan zijn we weer terug. Goeiedag, dan wel. Zo goed. Telekidsveiling! Nummer 1. De geweldige stoelen van Carlo en Irene. Ze hebben jarenlang in het Telekidsdecor gestaan. Oh, het staat vast pittig bij je thuis. Nummer 2. Kaatje Tokkel. Deze kip stond in het decor, maar dan heel lang geleden. We hebben het dus over echt antiek. Nummer 3. De boeken te horen van Telekids. Nou, kijk eens, allemaal leuke boeken. Leuke boeken die natuurlijk ontzettend leuk zijn om te lezen. Leuk hebben dingetje, vind ik persoonlijk. Nummer 4. De Kenje Kanjer Desk. Ja, dat moet wel heel romantisch staan in je eigen kamertje. Het is met lichtjes. Nummer 5, zo leuk om aan te trekken. De spotlightsetjes. Carlo en Irene hebben dat aangehad. En de zweetplekken, die zitten er nog in. Nou, dat is toch leuk? Overigens wordt de pet er gratis bij geleverd. Nummer 6, deze schitterende tafel. Ach, er is zoveel koffie, thee en limonade overheen gegaan. Je ruikt het zelfs nog. Nummer 7, de gouden plaat van Telekids. 50.000 exemplaren. Wat geweldig. Ach, uitgereikt door Paul de Leeuw. Nummer 8, een prachtig schilderij. Rood, wit, blauw. En dit is een creatie van André van Duin. Ben je fan? Dan moet je bij. Nummer 9, de broertjes van Michael Jackson, de Dread Pit. Die maakten het schitterende schilderij. Kijk maar, hier is het bewijs. Kijk even een kladdertje. Ach. Maar er is nog meer kunst. Nummer 10, 2 schilderijen. En ze zijn geschilderd door de heren van Boyzone. Oh ja, zij waren ook nog op het zoldertje bij Carlo. Ja, dat was lachen. Nummer 11, daar hebben we iemand, de stoere latte van Telekids. Kijk eens, jarenlang onder de tafel gelegen. En nu, kijk eens, oh, dat is zo leuk bij je thuis. Nummer 12, een schitterend movie reject. De winter komt eraan, wat zal dat heerlijk zitten. Gedragen door echte winnaars met pet. 13, het pak van de megablubbe vrouwen is afgezet met een blauw biestje. Dat zie je er prachtig aan, met dat hooien. En met dat gele ziet het toch geweldig uit. Nummer 14, ja dames en heren, kroontje af voor dit schilderij. Prachtig gemaakt door Monique van de Ven. Kijk er lachen. 15, de bank van Robert en Laura. En je krijgt er ook nog een schilderij bij. En Arnie heeft er ook nog op gezeten. In de vorige 98 afleveringen in pittige tijden. Er is toch iemand? Hier ben ik. Arn! Jouw prins in het witte pak. Oh, wat geweldig. Hallo. Oh, ik zie jou op de televisie. En dan vind ik je zo aantrekkelijk. Wie is dat nou? Ik ben Petty Brut. Ik ben Superman! Ik ben een kaars! Ik hoor hem!
je eindelijk voor mij hebt gekozen. Oh, ik ruim hier de boel wel op. Oh, jongen. Dit is hier een hel. Een diep gat achter de bank. Er komt niemand uit. Het is daar. Ik zit er al in. Ik zit al in je biechthokje. Wil je wat opbiechten? Ja, zuster Trientje, het is namelijk zo. Treintje is de naam. Treintje, zuster Trientje, Treintje, Trontje. Alle opstaan voor de rechtbank. Dat vind ik leuk, hoor. Opstaan voor de rechtbank. Komt hij wat eraan? Zo! Ja, duidelijk. Orde! Zijn we allemaal aanwezig? We zijn hier gekomen in verband met de zaak van Arnie Alberts. Jessica is ontvoerd! Nee! Toch niet door die gemeene Tassan? Hé, hey, Tassan, kom eens hier met je grote slang. Nou, zo bedoel ik het niet. Kom jij eens hier! Ja, mis me al! Ik zou jou. Ik ben dan? Oh, wacht. Stop de muziek! Ik zei hoor ik ben dan? Redeem me soms! Wat moet je van me? Oh, ik geloof dat er iemand binnenkomt op zoek naar zijn fluit. Dag meneer. Gaat u lekker zitten hier op het stoeltje? Goedemiddag. Ja, nou hallo. Mijn naam is Meet. Ik ben eigenlijk een man. Wat is uw vraag dit keer? Mijn vraag is niks. Ik ben de rattenvanger van Hamelen. Oh, en bent u op zoek naar uw fluit? Ik ben iets kwijt, inderdaad, ja. En dat is inderdaad mijn fluit. Ik zou er graag op willen spelen. Juist! Of kan dat niet, Engel? Wacht even. Juist! Dankjewel. Dat kan niet! Waarom niet? Omdat het probleem te groot is. Nou, dat iemand me kon helpen. Het is zo... U lijkt wel een goede vee. Dat ben ik ook. Dat is een goede vee. Maar dan kunt u mij misschien helpen. Er was hier een meneer met een toverfluit. En die heeft allemaal ratten hier naartoe laten komen. Oh. Ja? Maar als er een toverfluit was. Ja? Ik heb namelijk een tovergitaar. Let maar op. Jullie zouden wel wat voor mij doen. Ja? Oh, dat is ook zo. Nou, ik ben ontzettend gelukkig. Maar wat moeten we dan doen, meneer Giggel, om u blij te maken? Toevallig. Met een serum bezig. En dat zouden jullie voor me uit moeten proberen. Oh, net pups geef ik te eten. Daar worden ze groot en sterk van. Ja, nou, daar heb ik even niks meer op te zeggen. Dat nou, spijt me. Het wordt tijd voor visite. Ik geloof dat er iemand binnenkomt. Ik ben uw mama, via. En ik heb 4 jaren geleden een hoop centen laten liggen. U bent wie? Mama Mafia! Mama Mafia! Mama Mafia! Mama Mia! Ik heb ongeveer 5,5 jaar in de baaiers gezeten. Ja, ik zie het. En ik kom mijn centen ophalen. Kom ze opeisen. Ja. Niet die nep Jessica met dat toestandig belachelijk. Het is mij, Robert. Heel leuk, kan je dat nog 1 keer voor ons doen? Het is mij, Robert.